7,5 ton en de slee grijpt 11 of 1,5 centimeter in het stof als het op zijn maximaal staat. 11 teams uit twee landen, Duitsland en Holland, zijn hierin goed vertegenwoordigd in deze klasse. En is Isaac Leutijn, een van de turbinerijders in deze klasse. Maar hij ging een beetje naar rechts hier. Een beetje veel remmen ook. 65-87 is het resultaat voor Whirlwind. Ronnie Tijk en Mark van der Leer waren weer bezig om de boel goed op te meten. En dan kijken we hier naar Gert-Jan van der Laan zo te zien. Gaat erg goed over de piste hier. En het zou wel eens de eerste full pool kunnen zijn van vandaag hier voor de mini-pullers. Slechts 19 jaar, dus een groot talent voor de toekomst. En er zit een metertje onder die full pool, zo'n beetje ongelooflijk. Kijk eens, 84,02. Het is Dirk Veenstra met zijn Landi. En dat geeft wat extra licht voor de camera's. Echt een show hier van deze man. Natuurlijk heel moeilijk om de balans te vinden hier op deze piste. Prachtige correctie daar toch. Dan is het 73-05 geworden voor Landy. Nog wat heftige naontsteking daar. En dat vindt het publiek natuurlijk allemaal fantastisch. Gert Dingerink. En hij rijdt hier voor eigen publiek. De man komt natuurlijk uit Zwolle. Lambada 5 is het wapen. 2 jaar oud inmiddels. De 1471 High Helix Blower daar bovenop die motor. Zag u dat? Zijn jongere broer Wim heeft dat in elkaar geknutseld, het apparaat. Die zien we later nog terug. 73-35 voor Lambada 5. Maar de boel zit wel goed vast daar. Een van de banden die daar een eigen leven begon te leiden, leek mij. Zeer veel onbalans aan het eind. En ziet u die band die eigenlijk doortolt op de velg. En de boel is helemaal van de velg gelopen. De band wordt normaal op zijn plaats gehouden door Bouten. En die zijn gewoon compleet kapot gerukt. Ja, daar gaan ook wat krachten doorheen. En om dan toch nog 73-35 neer te zetten. Dat is een prestatie van formaat. En hier ziet u hoe ze met moeite wegkomen hier. Gelukkig geholpen door de shovel. Dit jaar gaat de Eurocup over 7 wedstrijden in plaats van 6. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de fans. Een extra race, een extra wedstrijd vindt plaats in Luxemburg dit jaar. Dan gaan we naar Duitsers kijken nu. Ghostbuster 1 door Eugen Schwartz gereden. En de motor, ja, die zal de ouddienstplichtige van ons als muziek in de oren klinken. Want het is een motor uit een Rover Meteor tank. Een geweldig wapen, dat gaat hard hoor. Mooie rolkooi ook op die bolide. Solide run hier. Dit is dan de Mr. Rabbit met Jürgen Webel. Komt uit de buurt van Stuttgart. De baan wordt vrijgegeven, nu met een groene vlag. Nou, dit is de Lion King. Ja,
En die helpt eventjes mee om die slee weer in orde te krijgen, zo te zien. We zijn dus nog niet bezig met de run van Mr. Rabbit. Die staat achter in de coulissen klaar. Nou, 20-5 lijkt er echt niet op, deze run. Vreemde combinatie, hoor. Een paar kleine Chevys voorin. En die lopen ook nog niet goed. Dan heb je een probleem. Dit is dan de Mr. Rabbit natuurlijk. Met Jürgen Label. Goeie run, 80-12. Op dit moment op de derde plaats. En we krijgen nog 4 deelnemers. En voor de favorieten is natuurlijk de Lambada 6 met Wim Dingerink. Tweede vorig jaar in de Europe Cup. Een jaar geleden door Wim zelf gebouwd, deze bolide. En niet alleen is natuurlijk Wim een zeer goed piloot, maar de bolide is zeer goed in balans. Ik noem ze maar bolide. Tracker, tractor, u mag het noemen. Maar ik vind het echte bolides. En dan gaat het hier toch weer fout met een van die banden. Die Dingerings hebben problemen met het rubber. 77-74 is de afstand. Een vierde plaats op het moment hier voor Lambada 6. De twee broertjes dus allebei in de bandenproblemen. Het zijn ook geen geringe krachten die hier zeg maar tussen die velg en die rand van de band hangt. Ongelooflijke krachten komen erop te staan. En een lekke band dus aan de linkerzijde. En ook deze combinatie wordt door de shovel weggehaald. Wat een teleurstelling zeg voor de Dingering broertjes op dit moment hier in Zwolle. Maar goed. Ghostbuster 2 wordt bestuurd door Helmut Schwartz. En dat is geen onbekende natuurlijk. Hier zet hij de brandvrije balloclave op. Europees kampioen in 96 en ook in 97. U ziet de procedure. Alsof hij naar de ruimte vertrekt. Alsof hij de space ingaat met Space Shuttle. Zijn helm op. Een nieuwe helm zo te zien. Een nieuwe styling. En dan zet hij zijn bril ook nog eventjes goed op. Iets van een soort van dubbele cola fles bodems erin. Nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar ja, wat maakt het ook uit als je maar hard gaat? Een probleem hier toch? De man heeft zeer veel ervaring. 44 jaar jong. Uit Oberharmersbach. Dan hoort u die isotof gillen. Russische turbinemotor in de IJsselanden Zwolle. En het gaat heel soepel weg hier. Houdt hem keurig recht. Mooie run. Full pool in deze IJsselhal. Keihard werk ook, je ziet dat hier gedemonstreerd door de heren helpers. Beslist geen ongevaarlijke job. Vol verdurt die Harry. Ford motor uit een Sherman tank. Hier hebben we dan de full pools op rij gezet. Ghostbuster 2 ging dus kapot. Het resultaat hier voor u, full pools. En dan Beverall Exception met Rabbit, Lambada 6 en Lambada 5 met de broertjes Dingerink, Bloemen. En natuurlijk de bokalen gemaakt van eremetaal. En de lachende gezicht hier op het podium.
Boyken en Gert-Jan hier op het podium. De Duitsers zijn natuurlijk blij met dit resultaat. Gert-Jan van der Laan die een mooie derde plaats hier uit de kast haalt in Zwolle.